Gerard van den Berg, auteur van het boek Corruptie op het hoogste niveau, vindt de reactie van president Chandrika Persat-Santokki van de Republiek Suriname niet slim. Het boek dat voor veel commotie heeft gezorgd in Suriname, is binnenkort ook verkrijgbaar in Engelse versie en zal verspreid worden. Dit liet de auteur weten in gesprek met Sunweb TV. Ja, ik vind het niet slim van hem. Hij had nooit zo moeten reageren. Dankzij zijn reactie zie je het nou in Jamaica, in Barbados, in Trinidad. Er komt volgende week een stuk in het Financieel Dagblad, op dit weekend al. Iedereen schrijft erover en het verspreidt zich als een olievlek. Is heel dom om zo te reageren. Ja, het staatshoofd gaf in het parlement aan dat de justitiële autoriteiten in Nederland, zowel Suriname, op de hoogte zijn. Zijn er intussen stappen ondernomen? Ik weet niet. Natuurlijk, ze zullen misschien, Suriname heeft wel wat doorgegeven aan de autoriteiten in Nederland. Maar wat ik doe, is gewoon geheel vrij. En ik zal hier nooit voor worden veroordeeld. Nooit. Ik bedoel, Nederland is een vrij land. En iedereen mag zijn mening zeggen. En als ik zou willen zeggen dat het Koningshuis niet goed bij hun hoofd is, mag ik dat gewoon zeggen. Doe ik niet, want ik vind dat ze het heel goed doen. Maar het is niet zoals in Suriname. Hè, dat de president tegen een journalist zegt, je mag er niet over praten, want dat is strafbaar. Het klinkt klare onzin. Ja, hoe staat het met het verkoop van het boek? Goed. In Nederland. Ja, heel goed, moet ik u zeggen. Daar is heel veel vraag naar. En ik moet u zeggen, alles wat wij hebben verkocht is aan mensen die mijn telefoonnummer hadden. Want wij hebben niet geadverteerd. En we zijn, ik zeg al, we hebben de tweede druk al besteld. Want we zijn zo goed als door de boeken heen. Dat is heel goed gedaan. Ja. Heeft u een samenvatting van dat boek? Kunt u ons een beetje uitleggen? Want vele mensen, we hebben met veel mensen gesproken over straat en zeggen, misschien is er een geheim in het boek. Kunt u ons een beetje meer daarover vertellen? Waarom men zo reageert dat het boek misschien niet verkocht mag worden in Suriname? Nou ja, we weten allemaal dat de president heeft gereageerd zonder de inhoud te lezen. Hij weet de inhoud niet. En we hebben natuurlijk al genoeg interviews gehad, journalisten gehad die het wel hebben gelezen. Ik bedoel, er staat alleen maar in wat ik heb meegemaakt. En ik heb feiten neergezet met bewijsstukken, met kopieën van brieven, kopieën van mails, telefoongesprekken die ik digitaal op papier heb gezet. Dus het zijn feiten. En de lezer moet maar oordelen wat hij ervan vindt. Hè. Is het corruptie of is er geen corruptie? Ik moet u zeggen, er hebben vele journalisten aan mij gevraagd, vind je dat de president corrupt is? En ik heb er altijd heel voorzichtig in willen zijn, want ik wil niet dat er woorden in mijn mond worden gelegd. Ik ben wel gaan zoeken, wat is nou de definitie van corruptie? Wanneer mag je nou spreken over corrupt zijn? Als we gaan googlen, dan zeggen we daar, we spreken van corruptie als iemand in een machtspositie ongeoorloofde gunsten verleent in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst. Dus je hoeft er niet geld voor te krijgen, maar je doet het alleen omdat je die ander aardig vindt, dat je iemand anders benadeelt. Dat is corruptie. En ja, dat gebeurt natuurlijk in Suriname wel heel erg. Suriname staat niet voor niets op plek 185 van Easy Doing Business van de 190 landen. Dus we kunnen wel zeggen dat er ruime corruptie is in Suriname. Ja, minister Seudin van de LVV gaf ook aan dat dit de afgelopen twee jaren zeer sterk is begonnen, vooral bij meneer Van den Berg en de Kirpalanis. En voor een paar van mensen van de reden waarom u dat boek heeft geschreven, is omdat u misschien failliet zou zijn gegaan in 2016, 2012. Houdt u me ten goede, alstublieft. Hoe kijkt u naar al die uitspraken? Kijk, dat ik financieel problemen heb gehad in 2016 en nadat het weer is opgelost, heeft niets met het boek te maken, staat er helemaal los van. Ik ben tot en met 2021, 2022 ben ik in Suriname gebleven. Ik heb er 15 jaar gewoond. En natuurlijk is daar corruptie. Daar heb ik echt aan de lijve ondervonden. En LVV, minister Dien, is daar wel de grootste van, moet ik zeggen. Wij worden duidelijk benadeeld ten opzichte van anderen. Wij krijgen geen importvergunning.
En anderen wel. En anderen die halen het ook uit landen waar vogelgriep is. En dat staat duidelijk in mijn boek. De grootste vogelgriep in Amerika. En toch halen ze daar eieren. We hebben een gesprek gehad bij de president, waar Pertab Bisoenboer bij was. Bisoenbar. En dan vraagt de president: ja, meneer Van Berg krijgt geen importvergunning en zijn concurrenten wel. Hoe komt dat? En dan is het antwoord: anders zou Suriname geen kip hebben. En zo is het altijd gegaan. En wij zijn gewoon moedwillig kapot gemaakt. De nek is omgedraaid. En wij zeggen ook heel vaak: weten jullie nog dat er een tijd was dat de kippen doodgingen omdat er geen voer was? Dat iedereen in de rij stond. De kleine boer die kreeg geen voer en de grote mensen hadden alles. Wij hadden, geloof ik, 100, 200, 300 ton in de voerfabriek liggen. En wij mochten het niet verkopen. Daar hebben we een brief van het ministerie van LVW. Want er zou vogelgriep in kunnen zitten. Wij hebben brieven laten sturen van virologen die lesgeven op het ministerie van LVW. Dat dat niet kan. Dat was gewoon tegen dovemansoren. Ik mocht het voer niet direct verkopen wat binnenkwam, want daar zou vogelgriep in kunnen zitten. Wij zijn duidelijk tegengewerkt. En meneer Seldin is voor mij een heel, ja, hij is niet integer. Verre van dat. Hij is echt, hij jokt veel, hij liegt veel, hij verdraait. En ongelooflijk dat zo iemand minister kan zijn. Ja, Ongelooflijk. meester Van den Berg. We gaan verder. Wat is uw volgende stap als auteur van het boek of zakenman, om het zo te zeggen, in Suriname? Waar zit u zelf, ondanks de bijdrage die u verlevert in Suriname? Kijk, wij hebben 1,5 jaar, 2 jaar geleden, hebben wij Suriname moeten verlaten, hè, omdat wij geen inkomsten meer hadden. Wij konden het personeel niet betalen. Wij hebben in die 2 jaar 3 keer de president benaderd van we willen een herstart doen, we willen het afmaken. Een paar maanden geleden ook nog. Wij hebben 2 weken geleden nog met de banken gesproken en die zeggen dat een herstart zeer interessant is. Dan moet ik u wel zeggen, gezien het boek wat er is, zijn, ik denk, de boeren, hè, die zouden het heel leuk vinden als ik terug was. Maar de overheid, die kan mijn bloed wel drinken. Maar er moet wel een oplossing komen. Want hetgeen wat nu gebeurt met mijn boek, dat zo verspreid wordt, hè, we zijn bezig in het Engels de taal te maken, dat het dadelijk in de hele Caribbean is. En dan zeg ik, het is niet goed voor Suriname. Degene die nou in de regering zitten, zullen wel hun eten en hun drinken krijgen. Maar de bevolking, die zal dat steeds moeilijker krijgen, want er komen natuurlijk geen investeerders. Die staan niet in de rij en die komen niet. En daar heeft het land en de bevolking last van. Dus ik weet wel wat ik doe, dat dat niet goed is voor de bevolking. Alleen, dan kan ik aan iedereen vragen, als uw huis wordt afgepakt en uw bezit en uw pensioen, dan ga je ook niet zeggen, ik laat het hierbij zitten. Suriname moet met een oplossing komen. U moet met mij rond de tafel gaan, of mijn advocaat, hoe gaan we dit probleem oplossen? En of ik het dan weer af kon maken en alles, maar we moeten rond de tafel. En zolang ze dat niet willen, ga ik gewoon door. Of heeft u een andere advies voor mij? Ja, u zegt dat u dat boek gaat vertalen naar Engels, ook in de Engelse versie. Betekent dit, moet ik veronderstellen, dat u het gaat verspreiden, dat u naar een ander land toe gaat, of wat moet u daarmee verstaan? Ja, uiteraard. Want kijk, Suriname is natuurlijk een Nederlands sprekend land. Alle landen die eromheen liggen, en dan heb ik het over Guyana, ik heb het over Barbados, ik heb het over Trinidad. Het is allemaal Engels sprekend. Dus er is wel vraag naar, als ik zie de mails die wij krijgen uit al die landen, er is vraag naar. En die hebben wij niet. Dus daar zijn we wel mee bezig, ja. Thank you.